Welkom bij Fem. Deze week is het weer themaweek bij Fem, namelijk zomerweek. Dat betekent dat we allemaal video's zullen uploaden die te maken hebben met de zomer. En ik laat jullie vandaag mijn zomer essentials zien. En daarbij bedoel ik mijn favoriete slippers op dit moment, mijn favoriete bikinis, zonnebrillen, noem maar op. Alles komt voorbij in deze video, dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken. Ik ga allereerst beginnen bij mijn favoriete tas voor deze zomer. En dat is deze. Dit is een zalmkleurige tas. Ik heb deze nu sinds kort en ik draag hem heel erg vaak. Ik vind het een mooie kleur voor de zomer. Hij is ja, zalmroze. Het past overal wel bij. Het is een hele natuurlijke tint. Dus dat is echt een zomeressential van mij. Nog iets wat ik heel erg graag draag tijdens deze zomer zijn mijn slippertjes van de Primark. Deze heb ik vorig jaar of twee jaar geleden gekocht. En deze zijn van Suede, dus wel echt leer geloof ik. Er stond op Real Leather, tenminste. Dat is nu versleten, maar dat stond erop. Dit zijn hele schattige Suede ja, slippertjes, bruin en daarop zitten hele mooie details. Oh, een haar. Hier zitten dan zeg maar van die zilveren plaatjes op en dat is ja, heel erg bohemian-achtig en dat vind ik wel heel erg leuk. Dus die slippertjes die draag ik heel erg graag tijdens deze zomer. En ook vorige zomer en die zomer daarvoor, want ik vind ze zo leuk dat ik ze nu al een paar jaar achter elkaar draag. En dat is niet vaak met schoenen bij mij, dus dit zijn echt favorieten van mij. In zo'n video kan natuurlijk een favoriete zonnebril niet ontbreken. En dat is deze van mij. En deze is van Come Get Fashion, daar heb ik hem vandaan. En het is een beetje ja, een retro zonnebril, best wel groot met ronde glazen. Ik zal hem eventjes opdoen. Hij is vrij groot, je moet het maar durven dragen. Maar ik vind het heel erg leuk voor naar festivals en zo. Het is echt zo'n opvallende zonnebril. Twee favoriete haaraccessoires zijn deze twee. Deze heb ik ook vorig jaar geloof ik bij de Primark gekocht. En nu zullen ze ongetwijfeld weer andere verkopen. Maar dat zijn deze haarbandjes. En wat ik hier handig aan vind is dat er een strikje op zit en een bandje. Dus je kunt het zo omdoen en dan doe je bijvoorbeeld een staartje in en dan een haarbandje eromheen. Dat ziet er gewoon net weer wat leuker uit. Plus je haren zijn gewoon echt uit je gezicht. Want dat vind ik altijd fijn als ik op het strand lig en ik heb een staart in bijvoorbeeld. Dan gaan altijd nog die haartjes, die kortere haartjes, gaan toch nog in mijn gezicht zitten. Dus met zo'n haarbandje kan ik dat op een schattige manier goed vastzetten en naar achter werken. Dus die gebruik ik ook altijd heel erg vaak tijdens de zomer, vooral op vakantie. En natuurlijk kan een favoriet kledingstuk in zo'n video als deze ook niet ontbreken. En een favoriet broekje van mij op dit moment, die ik heel erg graag draag tijdens de zomer, is deze. En dit is een ja, kort beige kleurig broekje en die heeft kanten aan de Oh, ik kan niet eens meer uitspreken. Dit broekje heeft kant aan de onderkant. Die zit heel mooi aan vastgemaakt. En dan is het broekje met een ja, strikje die je vast kunt maken, een vetertje. En ik vind hem heel erg schattig. En het staat heel erg leuk met die bruine slippertjes die ik zojuist heb laten zien. In combinatie met een leuk crop topje of een los tanktopje. En ook gewoon heel erg makkelijk om dit snel aan te trekken op vakantie bijvoorbeeld als je naar het strand gaat. Maar ook gewoon in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dragen. Met een chic blouseje kan het ook heel leuk staan. Dus dat is zeker een favoriet broekje van mij op dit moment. Een kledingstuk die ik gewoon eventjes wilde laten zien omdat ik het heel erg leuk vind. Tijdens de zomer draag je natuurlijk bikinis. En mijn favoriete bikini is allereerst deze. En deze heb ik onlangs gekocht bij de River Island. En ik had hem ook al op Instagram aan jullie laten zien. Een soort van ja, triangle-achtige bikini. Misschien ken je dat merk wel, Triangle Swimwear. Die heeft ook altijd van dit soort ja, moderne bikinis noem ik het maar. Ze hebben namelijk zwarte strepen. En dan is het, ja, het is gewoon heel apart. Ik vind het heel erg mooi. Echt zo retro. Ja, de kleur is ook lekker opvallend. Vooral als je mooi bruin bent, staat dat altijd wel heel erg mooi. En er zit een high-waisted broekje bij. En deze is ongeveer ja, high-waisted. En die heeft dan een opening aan de zijkant. Dat vind ik heel erg mooi dat het stukje daaruit is gehaald. Een ontzettend gave bikini. Ik heb hem echt pas binnen en het is nu al een favoriet van mij. En ik kan niet wachten om hem te dragen tijdens deze zomer. Dus dat is die. En dan nog een bikini die ik onlangs heb binnengekregen is deze van Miss Selfridge. En deze is zo mooi. En dit is echt gewoon zo mij ook. Want ik hou van die, ja, die franjes en zo. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dat past gewoon wel bij me. Dat Indianenachtige. Ja. Heel erg cute. En die heeft dan zo'n topje erbij met franjes. Oh, het zit een beetje raar. Maar die franjes die lopen in een punt. Oh. Ja, kijk. Zo zie je het goed. Die franjes lopen dus in een punt naar het midden. En dan heb je boven een strikje en aan de achterkant een strikje die je vast kunt maken. En het broekje heeft ook aan de zijkant franjes. Dat vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. En dan zit er ook echt een mooi goudkleurig kraaltje aan.
echt ontzettend leuk voor de zomer. En vooral als je naar Ibiza of zo gaat met een mooie hoed op. Ja, ik zag het wel voor me. Dus ik dacht, ik bestel die gelijk. En mocht je je afvragen waar die vandaan is, hij is van Miss Selfridge. En deze was in de sale, geloof ik. Dus hij was niet heel erg duur. En ja, dit is gewoon een hele leuke bikini. Dus die moest ik gewoon even aan jullie laten zien. Tijdens de zomer heb ik ook wel altijd favoriete sieraden die ik gewoon heel erg graag draag. Omdat er mooie kleurtjes in verwerkt zitten bijvoorbeeld. En dat is allereerst deze ketting die ik al laat zien. Oh. Deze ketting. Deze vind ik erg mooi omdat die gewoon makkelijk te combineren is met beige kleurige kledingstukken. Of echt die romantische jurkjes. En het is een hele mooie ketting. Dus zeker een favoriet voor de zomer van mij. En nog een ketting die ik graag draag tijdens de zomer is deze witte met goud. En dit is gewoon ja... een easy peasy te combineren ketting noem ik het maar. Want wit en goud past overal bij. En ja, ik draag wit en goud gewoon heel erg graag. En ook die nude tinten. Dus dit is zeker een makkelijke ketting om daarbij te combineren. Zo. Heb ik tot slot nog een aantal beauty producten die ik ook in deze video wil laten zien. Ik heb nu al mijn accessoires en favoriete bikinis en zo laten zien. Want dat hoort natuurlijk bij zo'n video als deze. Maar ook heb ik natuurlijk favoriete zonnebrandcrème. En dat is deze van... Dat is deze van een kruidvat. Dit is de Soleil Sun Protection. En dit is met een factor 20. En ik gebruik deze ieder jaar door weer. Ik vind gewoon de sprays van kruidvat heel erg fijn. Omdat ze 1. Geen witte waas achterlaten. En 2. Omdat ze heel erg lekker ruiken. Dus dat is waarom ik steeds weer terug kom bij de kruidvat sprays. Het volgende beauty product is een nagellakje. En dat is deze. Deze heb ik een tijdje geleden bij Lovies besteld. En dat is een koraalkleurig nagellakje. Dit is in welke kleur eigenlijk? Staat er niet bij. Nee. P5 staat erbij. Dus misschien dat als je op de site kijkt van Lovies dat je hem dan kunt vinden. En natuurlijk ook in deze video kan een nagellak niet ontbreken, toch? Het is natuurlijk iets wat je ook graag draagt tijdens de zomer, tenminste ik. Dus dat is deze. Heb ik ook nog een favoriete parfum tijdens de zomer. En dat is de... even kijken. Lady Million Oh My Gold. En dit is een nieuw parfum. Vrij nieuw. Het is namelijk de opvolger van de normale Lady Million. Maar deze heet Oh My Gold. En het heeft een andere verpakking dan je misschien gewend was van de vorige versie. Deze ruikt eigenlijk bijna hetzelfde. Maar ik vind hem net ietsjes anders. Heel subtiel ruikt hij iets anders. Hele lekkere subtiele geur voor de zomer. Niet te zoet, maar ook gewoon voor 's avonds zou je makkelijk kunnen dragen. Hij is ook niet te zwaar. Wat ik vaak heb met parfums is dat ze echt te zwaar zijn voor tijdens de zomer. Dan wil ik er gewoon een lekkere zoete of lichte geur op en niet te. Dus daar is deze wel heel erg fijn voor tijdens de zomer. Dus die draag ik heel erg graag. En dan waren dat alle producten die ik aan jullie wilde laten zien. Al mijn zomer essentials op dit moment. Dus de producten, de items die ik graag gebruik tijdens dit mooie weer. En die ik graag aantrek. En gewoon ja, die mij het ultieme zomergevoel geven. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Fem. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! De echte officiële Fem zomerweek. En we gaan dus de hele week video's maken die te maken hebben.